Ik ben mijn hele leven al kermisjongen. En dat vroeg ik ook wel eens aan mijn vader, van papa, wat is dat nou allemaal? Dus het wordt een pretpark voor iedereen. En wat dat gaat kosten, want ik ben natuurlijk geen Donald Trump. Toen heb ik ter plekke gevraagd of de curator kon komen. Een rondje. Rond het Vaticaan. Sint Pietersburg. Het is een andere wereld dan de kermis, hè? We gaan de werkplekken gaan we creëren en dan denk ik dat ik het hoofdstuk af kan sluiten. Waar gaat hij dan? Hotsie botsie! Nee, Frans. Hallo. Hey, je bent te laat, hè? Ja, altijd toch? Ja. Nee, dankjewel. Hoi, Frans. Ik heb er eentje die plukt paprika's op dit moment, en voor de rest hebben ze geen werk. Maar. Ja, precies, weet je wel. Dus de wethouder Schrijver vanuit Sociale Zaken, die heeft in ieder geval de toezegging gedaan dat hij de financiering van de inzet van de jongeren voor zijn rekening wil nemen. Dat zijn jongens met sociale, economische, soms psychische problematieken. Ja. En een deel daarvan die heeft wel een vlekje, maar het zijn niet allemaal zware criminelen. En daarom ben ik ook tegen bijvoorbeeld de term probleemjeugd. Ja. Ja. Ik bedoel, probleemjeugd, ja. In mijn mening is dat een jongere die altijd problemen veroorzaakt, ja. Probleemjeugd. Terwijl de jongeren die wij voor ogen hebben, dat zijn jongeren die wel eens een probleem hebben gehad. Ik zou heel prettig vinden om daar een andere term te gebruiken. Nee, maar daarom denk ik dat we toch gewoon ook in de communicatie over pak je kansen jongeren moeten hebben. Absoluut. Dat vind ik een hele positieve term. Ik denk dat het bij de jongens ook gewoon veel beter valt. Om werk te dat zou dan al je gemeenschappelijke boodschap moeten zijn. Dus volgens mij kan Frans dat als geen ander verwoorden. Dat we gewoon één boodschap hebben vanuit alle partijen. En of dat Frans dat nou vertelt en of dat jullie vertellen vanuit de gemeente. Of dat wij dat vertellen vanuit de politie. Dat we gewoon één boodschap naar buiten brengen. En dat wordt het verhaal. Ja, het enige wat ik hoef te zeggen is alleen dat de jongeren meer kansen moeten hebben. Ja. Ja, gaan we er gewoon tegenaan. Het moet gewoon heel druk gaan worden. Het is vrede jaar en gezellig. 3, 2, 1, nu! En dan gaan we nu de kermis openen. Kijk! Een heel hard applaus voor jullie zelf. Frans heeft gezegd van, ik kan mijn kermis beter beveiligen maar je weet als ik die jongens inzet. Omdat zij gewoon weten wat op zo'n kermis speelt. En ik kan dus met aan de werken sociale zaken, kan ik jongeren die bij mij in de bijstand zitten, kan ik op die manier kan ik ook werkervaring op laten doen. Ik wens de kermisexploitanten en Frans heel veel bezoekers de komende dagen. Het ziet er fantastisch uit. Het weer werkt mee. Veel omzet, veel bezoekers. En dat nog vaak op deze plek een mega kermis mag plaatsvinden. Dank jullie wel. Ik ben 49 en ik ben mijn hele leven al kermisjongen en dat doe ik met veel plezier. En ja, ik heb vroeger natuurlijk moeten werken bij mijn vader en bij mijn moeder in de poffertjesbusiness en in de oliebollen. En zo ben ik zelf begonnen als organisator op kermis. Is het geregeld met die patat? Oké, is goed. Oké. Ik vind een kermis met heel veel politie, dat vind ik niet mooi. En toen heb ik gewoon een plannetje bedacht. En zo zijn we met de politie gaan praten. En met Marokkaanse en Turkse, alle soorten mensen. Nee, maar als je nou af en toe een paar papiertjes weghaalt, hoef je vanavond niet te doen. Waar liggen die dingen? Ik heb ze gisteren allemaal meegenomen. Ja, je komt veel dingen tegen. Je komt lastige jongeren tegen. Ja, groepen jongeren. Of kleintjes die zijn kwijt van zijn moeder.
ja, zo een beetje gastheer zijn hier. Een beetje die mensen die wegwezen. Ik ben sowieso gemotiveerd en zo zien mensen ook van dat ik gemotiveerd ben om te helpen. Wat is jouw geheim? Omdat ik natuurlijk een jongen van de straat ben. En ik durf ze gewoon aan te spreken en ik maak afspraken met ze. En ik geef ze respect en ik krijg respect terug. En het verschil is wel zo dat ik, als er op de kermis wat aan de hand is, ga ik er zelfs tussen staan. En dan haal ik mensen van elkaar af en dan zijn ze weer aardig tegen elkaar. En dat zie ik een jeugdwerker of een iemand die daarvoor geleerd heb, zie ik dat niet doen. Toen die tijd had ik ook wel eens problemen als ik een beetje verkering had. Dan hoorde ik ook wel eens dingen van die ouders. En dan was het ook zo afgelopen. Woonwagenbewoner, kermisklant, ja, allemaal van zulke dingen. En dat vroeg ik ook wel eens aan mijn vader, van papa, wat is dat nou allemaal? En dan was mijn vader nog zo'n mannetje die zei, wie hebt dat gezegd? En dan ging gewoon pingbang. En dan kreeg gewoon degene die het zei, kreeg een knal op zijn neus. Maar ja, dat kan niet meer, hè? Maar dat ging vroeger zo. Twee jaar geleden, toen ben ik hier in Landsmeer gaan wonen. En daarvoor woon ik op Vredelweg in een staanwagen. Op een of andere manier is mijn vrouw en mijn schoonmoeder uitgekocht en zo zijn wij hier terechtgekomen. En wij zijn heel erg gelukkig hier. Biebofstoeltjes. Zullen we hier langs? Poffertjesbusiness. In de oliebollen. Deze drie dingen. Daar verdien ik het meeste geld mee. Die staat open, die staat open, die staat open. Moet wel, want. No money, no honey. Die staan al staan te wachten tot ze eindelijk gebruikt kunnen worden. Het is wel jammer dat het zo moet. Ik vind niet dat ik dat nodig heb. Ja. Als je bijna 12 jaar in Amsterdam op de beste plekken staat. Ik ben het een beetje zat om steeds weer van plek naar plek. En elke keer weer heb je weer andere stress. En ik vind een pretpark, dan ben je veel meer officieel bezig. Dan heb je je eigen plek en dan weet iedereen waar zijn plekje is. En dan heb je ook wat meer kans om wat meer jongeren naar die maatschappij te brengen. Kijk, een kermis is na 10 dagen bye bye en dan neem je wel wat mee, maar niet alles. En ik denk juist dat ik iets neer wil gaan zetten, dat iedereen daar wat aan heeft. Kijk, het pretpark is natuurlijk niet alleen voor de jongeren, maar het is ook voor de mensen die eigenlijk net aan de armoedegrens zitten, dat ze toch wat leuks kunnen doen. Dus het wordt een pretpark voor iedereen. Ben je niet, gaat goed? Ben je niet bang? Nee? Ga nou. Het is nog nooit een pretpark in Amsterdam geweest. De grootste stad van Nederland. Schoen uit. Ik vind dat Amsterdam dat nodig heeft.
Het geld is op, de crisis is er, dus het gaat nog wel een jaartje of 5 à 10 duren voordat dat we weer economisch op poten staan. Ik ben een kermisjongen en wij zijn allemaal grootgebracht met techniek en met klussen. Dus het is een schitterende combinatie met mensen die geen werk hebben. Hier, er komt al iemand. Goeiedag. Ik ben, zeg maar, de bedoeling is hier, ik ben bezig om een pretpark te gaan realiseren hier zo. En hier komt een sportcomplex. En aan de andere kant is de bedoeling om daar ooit een pretpark te gaan beginnen. Van wie heb je toestemming? Van de heer Van Beek, van Stadsel Noord. Ja, maar dit is van Waternet. Dat is van Waternet? Ja. Oh. Dus zou je met Waternet moeten rijden? Oh, ja, maar daar zijn ze mee bezig. Is het nog van Waternet dan? Nou, het is nu voor ons. Ja, maar dan moet er toch een afspraak gemaakt ja. Met Waternet om erop te komen. Oké, dan doe ik dat. Heb je dan een beetje mee wie? Nee, dat zou ik even niet weten. Dan moet ik het Waternet-kantoor bellen. Doe ik. Is goed. In de tussentijd, kunt u er wel af gaan? Ja, wij gaan eraf. Is goed. Het slipterrein, dat is nog niet verkocht hoor. Alles is verkocht? Nee. Alleen dit stuk komt hier een sportcomplex. En daar zit 37.000 vierkante meter. Zij is willen stoppen met opnemen. Wacht maar, hij is mij aan het filmen hoor. Daar, vanaf daar, tot de bomen, dat is het slipterrein. Kijk, dit is dat slipterrein. En dat moet plat gemaakt worden en daar zou het dan op moeten gebeuren. Dat loopt helemaal door tot de ringweg. 37.000 vierkante meter. Dus het is jammer dat we het niet opkennen, want... Maar in ieder geval, dit vond Noord een goed idee, Stadsel Noord. Meneer Van Beek, met Frans Tuy. We waren met de cameraploeg waren we even op de trein gelopen. Maar ja, er kwam weer zo'n meneer naar me toe lopen. Dus ik ben er eigenlijk weer vanaf gegaan. Maar die zei eigenlijk dat slipterrein ook verkocht is. Nee, hè? Nee, maar ja, dat was dan weer zo'n macho figuur. We zijn eraf gestuurd. En een jaartje of 5 geleden had ik hem nog wel een druim zijn oren willen geven. Maar ja, tegenwoordig ben ik rustig geworden. Zullen we maar gaan, want er staat politie daar. Ik denk dat we nog een bon hebben gehad ook. Ja, dat ga je nou krijgen. Dus de pretpark is de bedoeling om daar zo'n paar duizend jongeren aan de slag te werken. Heb je dat gelezen? Ja, ik heb gelezen, ik heb gehoord. Ja. Voor mij het... is op baat erbij werken als ze goed hebben. Ja, dat klopt. Ik ben niet ontmoedig, maar dat is zwaar giftig. Ja, dat weet ik, maar daar zijn natuurlijk ook andere dingen voor. Ik bedoel, daar is geld voor. Nou, ik wens je heel veel succes met Sassel. En je weet zelf ook wat voor muren er aan lopen, dit is. Nee, luister, de onderhandelingen ga ik niet doen, hè. Dat doet Noord. Dit is gewoon een plan wat ik graag wil en wat ik ga doen. Je moet tegenwoordig toch overal voor vechten, dus het gaat nooit makkelijk. Dus, maar, deze mensen zeggen, je loopt tegen een muur aan. Ja, nou ja, kom op met die muur. Een muur is om doorheen te lopen, toch? Nou, ik maak me eigenlijk niet zo druk om, hoor. Gewoon goed rustig blijven en je kans afwachten. Nou, welkom. Drie mensen van het Stadsel Noord wordt gevraagd om met ons te kijken naar mogelijkheden voor een fantastisch project, volgens mij. Vroeger heb ik wel eens gehoord van mijn oude opa. Vroeger werden er ook stageplekken gemaakt. Mensen werden ook opgeleid om in de maatschappij te komen. En wat mij een beetje verveelt is, ook in onze kermisbedrijf, dat er komen allemaal mensen uit Tsjechië, uit Polen, uit Rusland. Maar wij hebben zoveel gedonden met die jongeren. Nou, dan moeten we maar eens een keer laten zien dat het op die manier kan. Ja. En dat, zo wil ik het doen. Ja. Nou, op zich hartstikke goed. Het idee is een pretpark waar ook die jongeren banen kunnen vinden. Ja. En daarnaast nog mogelijkheden om een opleiding. Een opleiding. En als ze dan een diploma krijgen, dan kunnen we ze uitbesteden of we kunnen ze in de maatschappij gooien. Ja. En
En dat is de bedoeling. En wij hebben het niet over problemen jongeren, wij hebben het over Rotterdam noemen ze het pak je kans jongeren. Pak je kans, hè? Dat is door Dominique Schrij en Abu Talib is dat verzonnen. Ja, ja. Want anders krijg je altijd weer, er zijn altijd jongens die zich eigen aangevallen voelen. Er zit alleen wel wat, nog wel wat mare aan. Het verkeer op dit kruispunt van snelweg en ja, onderliggende weg, dat is inmiddels al zo verschrikkelijk druk dat over een jaar of drie hier behoorlijke files gaan ontstaan. Dus elke verstoring extra, daar zijn ze heel benauwd voor. Maar ik denk, kennende mensen uit Noord, die, dat zie ik met de kermis ook, de meesten komen toch altijd met de bus hoor, of ze komen aanlopen. Ik denk dat er heel veel mensen uit Noord daar naartoe gaan. Er geldt hier een bestemmingsplan waarin zo'n voorziening niet past. Dus je moet een procedure volgen om dat wel mogelijk te maken. En er zit hier het nodige aan narigheid in de grond. Dus dat al met al is dat een tijdrovende zaak. Dan heb je het wel over, op zo'n allervroegst over 2 jaar beginnen, denk ik. En in dat kader wordt onderzocht of hier dan nog een metrostation zou kunnen komen. Als dat lukt, dan kan dat metrostation dus ook dit ontsluiten. Dus dan heb je wat dat betreft weer juist een gigantisch voordeel. Maar dat is nog niet morgen. Dat duurt dan misschien 5 à 10 jaar. Dan zit ik misschien in een kistje of zo. Dat kan ook natuurlijk. Dat kan ook, maar ja, dat geldt voor ons allemaal. Ja, maar dan gaat het plan niet door. Dit is gewoon een zakelijke deal. Ja. Wel iets wat erin verdiscuteerd moet worden in de exploitatie. Maar om 20, 30 miljoen, dan word ik gelijk depressief, dan ga ik gelijk onder de tafel liggen. Als je het over gemeentegeld hebt, dan heb je het over geld van de gemeenschap, of belastinggeld. Ja. Daar moet de gemeente natuurlijk ook weer verantwoording over afleggen. Het is niet meteen om een probleem te maken, maar het is wel iets om de redeneertrand van de overheid gewoon even neer te zetten. Dit terrein, dat zijn de oude slipvelden van de rioolwaterzuivering. Het wordt nu niet meer gebruikt als slipveld, dus dat kan weer terug naar de gemeente. En dan kan er in principe een nieuwe bestemming op komen. Ik heb genoeg mensen om alles naar beneden te halen. Ja? Alleen, dan komen we eerst toch, hoe zit het met de grond? Hoe ver is het vervuild? Er zitten wat spots, hè? Waar wat narigheid in de grond zit. Maar als het wat lijkt, dan duiken we daar gewoon eens in en gaan kijken wat er zou moeten gebeuren. Ik zou eerlijk zeggen, dit is heel mooi tussen de bomen en toestanden. Ja. Hier zou ik wel kennen, hoor. Zeker. Want die A10 is er wel, maar ik heb er eigenlijk geen last van zo. Nee, maar als de mensen het daar weten, dan komen ze toch wel. Ja. Zie je het al voor je? Ik zie het nu al zo voor me dat het er al is, dus ja. Maar er moet nog heel veel gedaan worden, Marco, het gaat niet zo makkelijk. Er moet nog heel wat gesproken worden. Maar het is wel een mooie omgeving tussen de bomen. Dus elk pretpark zit tussen de bomen. Ja, ik denk als je nou een eerste schetsje hebt, dan maken we een afspraak met Rob Post. Okay. En dan gaan we eens kijken of het stadsbestuur het ook ziet zitten allemaal. Qua functie denk ik zonder meer, alleen die locatie met de bereikbaarheid is nog even... Ja, maar dat gaat vanzelf. Dat gaat allemaal vanzelf, denk ik. Ja. Ik hoop het. Ik ben heel happy, vooral nu, ik ben jarig. En ik denk dat ik het toch voor elkaar krijg, de droom wat ik wil. En dan denk ik dat heel Nederland gaat zien, misschien wel Europa, hoe je mensen bij elkaar kan brengen. En dat ga ik doen. Als je met Frans een afspraak maakt, dan komt hij om Rome. Hij is snoeihard. Zou je graag nog één ding willen zeggen?
mij is onvoorstelbaar duidelijk. En als hij iets in zijn kop heeft, dan wil hij dat gaan bereiken. Ja, Frans wil een pretpark bouwen, dat vind ik erg leuk. Ik heb gezegd, als je, kijk, ik word wel ouder, maar niet jonger. Ik zeg, als je een mooi theater hebt, wil ik er toch echt over nadenken om iets wat meer met je te gaan doen. Ja, maar moet ik zeggen, wat is nou 50? Ik heb gehoord dat je pas gaat leven met je 50. Het pretpark komt er gewoon aan. Ik denk 99% dat het voor elkaar is. En het enigste procentje is het geluk. We gaan de stichting oprichten. Ik wacht nu op Rob Houtkerk. De stichting Mokum, speelparadijs Mokum. Dat is de bedoeling. Het gaat nou serieus beginnen, ja. Ik vind dat de mensen dadelijk wel moeten weten dat het niet zo makkelijk gaat. Ik bedoel, je moet natuurlijk heel veel dingen doen. En, je moet je mensen aan het werk zetten. Ten eerste, er moet een businessplan is afgegeven. Je hele balans, je overzicht, wat je gaat doen en hoe je het gaat doen. Ik bedoel, met de jongeren erbij, die dadelijk aan het werk moeten. Ja, er zijn natuurlijk bepaalde dingen. Het zijn als ondernemer, ook als sociaal ondernemer, het zijn twee aparte dingen. Dus je hebt twee dingen aan je hoofd. Maar in principe, de mensen die dadelijk met de jongeren aan de slag zijn, die zijn al geregeld. Die kunnen zo... Als ik volgende maand open zou gaan, veronderstel, dan zouden we in principe al kunnen beginnen. Maar je ziet al wat hij over hebt, hè, voor de jeugd. Hè? Absoluut. Alleen, ja, we zijn nog een klein beetje aan het, een beetje aan het praten over de huur van de grond. Kijk, het probleem is natuurlijk wel zo. Als je heel veel mensen aan het werk gaat zetten, dan zou je ook een klein beetje samen een deal moeten maken dat het voor mij leuk is en dat het van hun leuk is. Veel geld hebben. Ja, nog voorlopig wel, maar ik weet heus wel, dat zal heus wel goed komen. Ik ben daar echt niet bang voor. Ben ik echt niet bang voor. Mensen proberen, dat is het zakenwereldje. Goedemorgen, Christijn, kom binnen. Goeiedag. Hallo, Ferry Kurk. Hallo. Hoi. Ik begrijp, er komt een stichting met een bestuur. Ja. Naast dat bestuur komt er ook nog een directiefunctie, ja, voor de dagelijkse gang der dingen. Ja. Dus een van de dingen die ik daaruit begrijp is dat meneer Oudkerk hier aanwezig, dat hij voorzitter van dat illustre gezelschap mag worden. Ik zie dat de bestuurders geen salaris gaan krijgen, maar ik neem aan dat de directeur wel een vergoeding gaat krijgen voor de werkzaamheden die hij gaat doen. Ja, dat zou best wel. Zou ik heel zeggen, zover ben ik nog niet met mijn hersens. Nou ja, ik zou me kunnen voorstellen dat daar wel een vergoeding voor betaald wordt als je daar op dagelijkse basis meedoende bent. Even recapitulerend, er moet een directeur komen, er moet een raad van ambassadeurs komen. Procedures zijn er natuurlijk alleen maar om het doel te bereiken en niet om de boel te verdragen. Kijk, die quote ik graag, maar dat is in Nederland helemaal niet het geval. Maar Nou ja, dan moeten we maar proberen om het zo simpel mogelijk te houden. Ja, voor de rest zie ik wat punten van aandacht. Nou, daar zullen we uiteraard rekening mee houden. De doelomschrijving staat erin hoe het bereikt moet worden. Daar kan ik wat mee, lijkt me. Zien we elkaar de 24e? Volg niet mee, hè? Ik weet, dit soort dingen, ik ken Frans wel een beetje, die wil het liever vanmiddag gerealiseerd hebben dan over 2 jaar. Maar het laatste is iets realistischer dan het eerste. Maar ik geloof dat het volgend jaar, wat was het weer? Juni moest het er zijn. Ja, maar het gaat wel lukken. Ja, het gaat wel lukken. Onverbeterd optimist. Nee, maar heel goed. Je moet ook de ambitie hebben om het heel snel
voor elkaar te boksen. Maar dingen duren altijd langer. Ik erger me er ook rot aan. Maar, en zelfs dit soort dingen, dan moet je een akte op maken. Dan moet je dit en dan moet je, ja, moet je nog een keer terugkomen. Oké, aan het werk. Toevallig hadden we een hele nare week. Ze had een miskraam en mijn zoontje in het ziekenhuis even. En dan, toen nam ik twee biertjes en er zat iemand naast me en ik ga mijn gal spugen. Het stond gelijk in de krant. Hij was met Sinterklaas intocht verkouden. Ja, dan kreeg hij gelijk astma aanval en benauwd. Ik wil bij Sinterklaas en ik had pijn. Het is papa zijn schuld, hè, dat we in de regen stonden. Hè? Hij moet puffen, hè? Puffen moet hij. Als je hem ziet liggen daar op zo'n bedje met zo'n ding op zijn mond, dan wil ik liever dood. Want dit is het belangrijkste, hè? Als je zo'n klein ventje ziet, zo benauwd. Maar nou is weer goed, hè, jongen? Ben je zenuwachtig? Ja. Is pizza klaar? Ikke? Oh, je moet ook ja. Ik doe het gewoon uit mijn hart. Ik ga niet nadenken. Ik heb nog nooit nagedacht, Marco. Mijn hele leven is op gevoel. En als van binnen iets zegt van ik moet het zeggen, doe ik het gewoon. Klaar. Misschien moet ik het andersom doen, maar dat lukt niet. Ik krijg geen contact met de bovenwereld. Ziet hij er netjes uit? Ja, super. Ja. Maar als het klaar is, dan gaat het weer net zo hard terug. Ik doe liever mijn people mushje op. Ik maak me niet meer druk om, man. Echt niet. Hé, hey, kom op nou. Ja, Jos, zenuwleider. Ja. Kom op nou. Ja. Hé, de kaarten. Doe eens even rustig. Hé, die kaarten. Ja, heel hartelijk welkom. De uitreiking, het officiële programma van het Johan Stekelenburg compliment. Een eerbetoon aan de man naar wie dat compliment genoemd is. Er kan slechts één compliment uitgereikt worden, ook dit jaar. En het Johan Stekelenburg compliment 2010 gaat naar René Moerman. Ja, weet u nog dat ik heel goed. Weet u nog toen die tijd dat ik naast u stond dat ik net begonnen was? Ja. Wat dacht u, wat een rare man? Dat zou ik nooit zeggen. Ik misschien wel denken, maar ik toen zei ik, ik ben begonnen met jongeren. Ja, fantastisch hoor. Sierplein. Dus dat is waar we wonen. We wonen in Stokkerwaard. Ja, en ik ga mijn pretpark doen. Toch niet op Sierplein over, hè? Nee, niet plakken de buurt, niet plakken de buurt. Okay. Maar waar komt dat park dan wel? Goeiedag. We hebben een afspraak met Lodewijk Asscher, zitten we goed? Eigenlijk een goede afdeling. Dus ik ben een beetje kind in huis, op het stadhuis. Dus, hier liggen zoveel voetstappen nog van mijn vader en van mij, dat wil je niet weten. Dus Rickert Kos, die gaat me begeleiden met Petpark. De aanpak van Frans is eigenlijk perfect als leerwerkbedrijf. Dus dat gaan we hier ook op die manier aan de gemeente laten weten. Dat het een krachtig instrument kan zijn voor de jongeren waarmee de stad in zijn maag zit. Goedemiddag. 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 Hallo. Ik ben Frans. Frans, hoe is het? Hallo. Eerst gaan we hier naartoe? Dankjewel voor je snelle. Kun je dit alleen maar geven? Dat is het plattegrondje. Sliptrein heet het, zien. Waar zitten wij in de stad?
Een rollend kanaal. Ja. Oh. En dit is dan, er staan allemaal van die grote tonnen allemaal. Ja. En hier schijnt een sporttoestand te worden. Ik weet allemaal niet wat ze allemaal daar willen doen. Een hotelletje neerzetten. En dan hiernaast is een en al boompjes staande. Het is gewoon half moeras. Niet eenvoudig, maar wel mogelijk. Nou, dat lijkt me. Dat is wel heel wat in onze wereld. En daarvoor wil ik vragen aan jou of je me wil helpen daarmee. Ik weet niet hoe dat verder werkt, maar dat moet toch ambtelijk allemaal geregeld worden. En wat dat gaat kosten, want ik ben natuurlijk geen Donald Trump. Toch? Ik weet niet wat dat moet kosten. Heb je daar al een idee van? Nee, nee, helemaal niet. Ik weet alleen maar dat dit mogelijk is. En hoe is die financiering voorzien? Als je uitgaat van gewone trajectprijzen, dan staat dat meestal op een vergoeding van €600 per maand. Dan kom je met 100 jongeren per jaar op een investering van €720.000. Dus doe dat keer 5 jaar of doe dat keer 10 jaar. Dat blijft een betaalbare manier. Als ik dat park heb staan, wat ook gaat gebeuren, ja. En dan wil ik gewoon in dat park 4 blokken met huizen neerzetten. En dan een opleiding voor timmermans, opleiding voor lassers, opleiding voor security en een opleiding voor groenvoorziening. Ik ben dat met je eens, hè? Dat is ook waarom ik een fan ben van Frans. Dank je kunt er heel ingewikkeld over doen, maar je kunt ook, eigenlijk waar het ooit voor bedoeld was, integratie, is een beetje geld, zodat die jongeren gewoon aan het werk gaan in plaats van aan kiezen. Maar hoeveel geld hebben we straks nog om die jongeren aan het werk te helpen? Dat wordt heel veel minder. Ja. Ja, in Rotterdam wordt dat 45 miljoen minder. Ja, dus 160 miljoen. Dus we krijgen nog meer problemen. Maar dat is voor wat we nu weten. Ja. En ze zijn in Den Haag aan het onderhandelen over wat er daarnaast nog afgaat. Het is niet zo dat Amsterdam per se een pretpark erbij moet hebben. Het is wel zo dat het helemaal geen kwaad zou kunnen. Zeker niet in Noord. Maar het moet wel kunnen. En wij hebben geen ruimte om grote risicovolle projecten te doen. Maar niks doen voor de jongeren, dat is op zichzelf al risicovol. Nou, zo zit ik erin. En het helpt wel dat je elkaar al wat langer kent. Dus ik weet ook dat het... je kunt zien dat het geen onzin is. Komt het ijsbuitje nog? Want ik heb er niet voor niets klaar voor. Nee, dat komt er gewoon. Ja? Is, Nodig je me eruit? Oké. Doei. Bye. We gaan op plan B. Frans tevreden? Jawel. Het wordt nog een heel verhaal, maar we gaan gewoon door. Ja, hij heeft eigenlijk gewoon gezegd van nou, ik ga je een tafel brengen met de mensen in Amsterdam die echt afspraken kunnen maken over deze groep jongeren. Nou, dat is op zich al fantastisch. Dus ik verwacht toch dat pretpark in mei. Ja, jongen. Je zou het weten, hè? Die ijsbaan is voor mezelf, ja. Ik ben een van de weinigen die een ijsbaan voor zijn eigen hebt. Ja. Alleen de koeler is van een bedrijf. Zit die lamp toch goed vast? Gaat die wel? Is die lang zat, Redouan? Is je langs zat die kabel? Moet je weer geld hebben, jongen? Bonnetje. Hoeveel is dat? Weet ik niet. 20 euro. Bonnetje. Nou, Jamal en Redouan zijn altijd bij mij. Dat zijn bijna mijn kinderen, dat weet je helemaal. Ja. Redouan... die weet veel van techniek af. En dat is allemaal geleerd bij ons, dus hij doet de nachtbewaking en nu de techniek, de kabels en dat hoort er ook allemaal bij, want dat is het belangrijkste. School gaat bij mij niet. Ik heb het geprobeerd, maar het ging niet. Dus school is niks voor mij. Oké, en hier leer je natuurlijk ook veel? Hier leer je ook veel, ja. Ik vind ook dat je veel meer, als je werkt leer je veel meer dan als je op school zit, vind ik zelf. Dan ben je echt bezig. Nou ben ik weer met kabels bezig, als elektra. En dan ben je weer aan het timmeren, timmerman. Dus steeds doe je andere
andere dingen. Oké, okay. Betaalt voor ons een beetje goed? Ja, ik heb niks te klagen. We waren vanmorgen om 7 uur al en vannacht om 1 uur staan we nog te werken. Je moet vrijdag open. Vrijdag om 5 uur een opening. En wie gaat dat doen? Lodewijk Asje. En wat artiesten. Dus dat wordt een groot feest. Oké. Okay. Dus het wordt spannend. Ja. Het is vandaag het is nu dinsdag. Ja. Dus het wordt kiele kiele. Rustig, rustig. Hey, ik ken zijn vader en moeder goed, hè? Ja, pas op, hè? Bij de handje. Ik werk al een paar jaar voor Frans, ja. Ik ben er blij mee. Hij klaagt niet zoveel. Als hij je werk doet, vind je het goed. Dus daar ben ik blij mee. Daarvoor heb ik ook bij heel veel winkels en bedrijven gesolliciteerd. En dan duurde het even voordat je wat te horen kreeg. En bij Frans kon ik gewoon gelijk beginnen. Ik heb hem 1 keer geholpen met verhuizen en hij zag dat ik kon werken, dat ik mijn best deed. Dus sinds toen vroeg hij me gewoon of ik bij hem wil werken. En ik heb mijn kans gelijk gegrepen, heb ik ja gezegd. Dus ik heb zelf een strafblad. Dus dan schrijf ik sollicitatieformulier en dan krijg ik of niks te horen of het antwoord is nee. Dus en zo ging dat maanden verder. Wie is nou niet blij dat dadelijk iemand, een gek uit Amsterdam, die 200-300 mensen aan het werk gaat zetten? Ja, vind hem maar. Nou, dat ben ik toch? Ik geloof niet dat het nou een moeilijkheid is. Ik denk dat kan wel binnen een paar maanden, 3 maanden geregeld zijn. Ik blijf nog steeds vanuit gaan Paas. Het pretpark, stel dat het hem lukt, heeft hij meer personeel nodig. Dus dan kan hij meer jongeren van straat afhalen die voor hem kunnen werken, zeg maar. Die geen kans krijgen bij een andere baas of andere werk, die kunnen dan bij ons komen. En dan kunnen Redouan en ik kunnen ze dan gaan begeleiden. Ik vind dat je altijd moet kijken of je mensen zoals Frans kunt helpen, want die maken wel Amsterdam tot Amsterdam. Amsterdam is ook een stad van de jongens met een grote bek en een klein hartje. En het is Frans en dat zijn jongens vrienden steun. Kijk, weet je, het moet nog allemaal geregeld worden. Hè? Er moeten nog gesprekken komen, maar het is ook niet eenvoudig om een locatie te vinden voor een familiepark. En er is wat gevonden en dan moeten we weer gaan kijken hoe we dat gaan voor elkaar gaan maken. Als je in deze wereld iets leuks wil doen, wat dan ook, dan word je alleen maar de grond in gestampt. Het was een fantastische dag op de ijsbaan. Toen hebben we op een zondag, de jongen van mij die zei van, weet je wat nou leuk zou zijn Frans, dat we gewoon met al die jongens komen en dat we eigenlijk die homo's een beetje gaan ondersteunen, dat wij niet die jongens zijn die altijd homo's in elkaar slaan. Dat was hun idee, zeg maar. Dat was de jongens idee, ja. En eigenlijk ook een beetje mijn idee, maar meer die jongens idee. Nou, dan kom je dan op Aartenvijf en dan krijg je al die gekken daar. Misschien moet die stui eerst maar eens gaan vertellen dat hij die gasten die voor hem werken klappen geeft en intimideert. Om nog maar eens te zwijgen hoe die met zijn ex-vrouw en zijn dochter omgaat. Nou, sorry, ik praat maar om mijn dochters. Denk hij dan wel, dan kan hij wel inpakken met al die mooie praatjes. En wie schrijft het dan? Ja, een of andere gek. Daar staat er geen naam bij. Nee, was maar waar, want dan kon ik hem een ram voor zijn kop geven. En dan komt hier nog eentje. De man bedreigt mensen. Nou, sorry, ik heb nog nooit. Nou ja, maakt niet uit. Onbegrijpelijk dat mensen allemaal zo moeilijk doen onder elkaar. Mm. Maar ja, wie ben ik? Ik maak me helemaal niet druk om, maar ik moest het toch even voorlezen. Ik zeg altijd, als je iets goeds wilt doen, hetzelfde met de Joodse begraafplaats. Dan lusten de honden geen brood van wat mensen allemaal zeggen. Dames en heren, een hele goede morgen toegewenst op een moment wat wel heel bijzonder is in deze tijd. Frans, waar ben je? Held van Amsterdam, niet de eerste, de beste, misschien wel de beste, maar zeker niet de eerste. Gebeld en Frans en ik kwamen met elkaar in contact.
Het is een moment waar wij integratie in zijn volle betekenis willen toetsen aan de werkelijkheid. Amsterdam is een wereldstad en daar hoort gewoon een pretpark bij. Ze vroegen gewoon 700.000 euro voor een jaar. Nou, dan mag je rustig weten, toen heb ik ter plekke gevraagd of de curator kon komen. En toen heb ik gezegd, jongens luister, dit kan niet. En toen heb ik een beetje links en rechts gebeld. Ik heb verteld wat voor belang het voor Amsterdam heb. Hè? Want je ziet het hier ook. Ik bedoel, het geeft niet alleen een financiële push voor Amsterdam, maar het geeft ook een sociale push in Amsterdam. Dus het komt wel goed. Dus inderdaad, 700.000, je hebt nu een soort tegenbod in een brief. Je mag rustig weten, ik heb gewoon een bod gedaan. Een redelijk bod, dat ik weet dat het rendabel is. En een redelijk bot is, dat wil ik echt voor mij houden. Want als ze dat dadelijk op tv zien, dan denken ze, hey, die Frans die lult zijn mond voorbij. Nee, okay. En dat wil ik even niet. Maar ik denk dat het goed komt, want er zijn zoveel goede mensen om me heen. Ook politieke mensen die achter me staan. Dus het zou wel goed komen. Dit is voor het eerst dat er een indoor kermis in Amsterdam is. Ik wil kijken of het een beetje als pilot voor de toekomstige pretpark mag komen. De eerste week was heel erg slecht, de eerste weken, en het is wat bijgetrokken. Maar dit heeft zijn tijd nodig. Alles heeft zijn tijd nodig in het leven. Maar het had wel beter moeten wezen. Maar ja, we hebben natuurlijk nu de crisistijd. De mensen kunnen minder besteden, de mensen kijken minder naar hun agenda. En als je een paar weken niks te doen hebt, dan is het een probleem. Want dan bij het ene gat met het andere gat aan het dicht. U kunt uw gewone flesje beesten inruilen voor grotere prijzen. We zitten net nou de oliekosten te bekijken en de huur van de aggregaten. En ja, dan moet je natuurlijk wel even kijken hoe het anders kan. Ik heb natuurlijk met exploitanten te maken. Die komen toch uit een andere positie als ik vandaan. Ik heb geleerd van mijn vader om door te douwen. Maar je hebt ook mensen die terugtrekken als het even tegen zit. Maar op dit moment word ik er moe van het gezeur. Van het gezeur. We staan op de Turbinestraat in Amsterdam en daar gaan wij een schitterend project doen. En dat houdt in een evenemententerrein en waar werkplekken komen voor jongeren. Okay. Het gaat over minimaal 300 jongeren die een opleiding krijgen. Dus ja, mijn wens gaat in vervulling, Marco. En er komt hier ook een groot cateraar. Dat is iemand van nummer 1 en die heb al 500 jongeren nodig om te werken op andere festivals van hem. Dus die gaat hier ook opleiden. Dus er gaat hier iets gebeuren, Marco. Dat wil je niet weten. Er komen podia's, er komen kantoren erachter voor opleiding. Ja, en we gaan wat hekken maken hier met het stadspodium. Daar ook een hek voor het stadspodium nood. Nou, ben je ook uitgenodigd om de pauze te bezoeken over een maand of twee, hè? Hoe is dat zo gekomen? We hebben een kermispater. En die had voor elkaar gekregen dat er wat kermismensen naartoe konden gaan. Dat is wel een eer, toch? Ja. Al moet ik wel eerlijk zeggen, ik ben gedoopt. Ik ben katholiek. Maar na al die ellende in deze wereld gaat het wat minder van binnen. Maar het doet wel wat, Marco. Gaan, jongens. Mannen en vrouwen. Brandje, brandje. Ja, ik vind het geweldig. Vind ik dat die regen vind ik ook wel mooi erbij. Ja. Ja, dat is wel even passend. Frans is heel zenuwachtig. Ik ben heel zenuwachtig.
Alles komt goed. Je hebt iets in je hand, wat heb je in je hand? Foto, Marco. Van de jongens, weet je. Okay. Ga je die aanbieden? Of krijg je de kans? We shall see. Alles komt goed. Je hoopt wel de paus nog wel op de hand te kunnen spelen misschien. Ik hoop het wel, Marco. Heb je iets met de paus? Af en toe. Het is wel je naamgenoot, hè? Ja. Maar jullie doen een beetje hetzelfde misschien, of niet? Ja, maar ik doe het op de straat. Hij doet het uit het Vaticaan. Zin in? Ja. Mooi, hè? Spannend, leuk, mooi. Ja, mooi ook. Ja, interessant. Bijna zover. Hij komt zo direct aan in zijn pausmobiel. Frans is een vraag om eruit te helpen. Ik til hem wel op. Ja, dan gaat hij op zijn schouders. Ja. Dan gaan we één rondje... Rond het Vaticaan. Sint Pietersplein. Maar er wordt nog gelobbyd toch achter de schermen dat je misschien ook hem zelf nog even de hand mag geven. Daar is de almoes niet mee bezig. Dat is niet mijn taak. Indrukwekkend, hè? Vind je het jammer? Wat? Marco, ik denk dat er heel veel zieke kinderen daar zaten. Vind je niet? Bijna, ja, precies. Nou, aangeraakt, hè? Aangeraakt. Ja, nou ja. Zo wat. Het is natuurlijk een enorm circus. Echt een circus. In letterlijk en figuurlijke zin. Maar ja, het is wel een charismatische man. Vind ik. Goeie vent. Mag blijven. Het is een andere wereld als de kermis, hè? Heb je nou het idee dat met het stadspodium toch iets van je droom is verwezenlijk? 50% Marco. Maar dit is echt een andere wereld waar ik vandaan kom. Kermis of festivals organiseren is een heel ander beroep. Ik heb zo'n idee dat het gewoon heel moeilijk is om die dromen te realiseren wat ik graag wil. En ik word ook een stuk ouder.
En dan denk je bij je eigen, het gevecht heb ik gedaan. En ik had het ook anders gezien. Maar als ik de kans krijg, dan sla ik toe. Want ik wil natuurlijk nog steeds laten zien dat het werkt. En vooral nu, want er is weer een nieuwe generatie op komst. En vooral met die vluchtelingen en die mensen die er steeds bij komen. Daar gaan we daar ook weer een probleem mee krijgen. En dan zouden we toch er bovenop moeten zitten. En dan zouden toch heel veel mensen aan het werk moeten. Want mensen die thuis zitten, die zijn eigenlijk gevaarlijk. Die gaan denken, die gaan gekke dingen denken. En dat moet je tegenhouden. We zijn nu 2 jaar open. Het is een goed succes. Dit is eigenlijk meer een opleiding zoals Ajax heeft, de toekomst. En wij hebben een bedrijf dat heet Number One. Dat is een groot cateringsbedrijf, die doet alle festivals bijna in heel Nederland. Die nemen veel jongeren mee en wij hebben heel veel huiswerk gedaan. En ik denk dat uit dit stadspodium zeker wel een paar honderd jongeren aan het werk zijn, overal op festivals. Nu al? Ja. Alleen, we gaan er niet om springen, we hebben er niet veel media-aandacht voor gevraagd. Maar het geeft rust en het gaat goed. Officieel geopend. Beste Frans, als ondernemer met een neus voor zaken en een hart voor de samenleving, schakelde je een tandje bij. En dat waren in jouw geval allerminst alledaagse activiteiten. Je stuwde de kermis en de festivalcultuur van Amsterdam op tot grote hoogte en je zet het Stadspodium Amsterdam op. Waar jouw jongens de beveiliging doen en andere jongens werkervaring kunnen opdoen bij leveranciers en andere partners. Je bent net door Amsterdam ook gelauwerd, hè? Althans een paar maanden geleden. Erg trots. Echt. En nu keer je de stad een beetje de rug toe? Nee hoor, nee. Want de ijsbanen gaan gewoon door. De kermissen gaan gewoon door. Het pannenkoekenparadijs, hoe ben je hier zo bijgekomen? Nou Michael, ik was al een poosje aan het zoeken om een beetje vastigheid te krijgen. Als je 58 wordt, zoals ik vandaag. En daarom is het zo mooi dat ik hier 13.000 vierkante meter gekocht heb. Om hier een speelparadijs op te gaan zetten, wat ik eigenlijk in Amsterdam wilde. Dit wordt het pannenkoekenpretpark. We gaan de werkplekken gaan we creëren, wat ik wilde in Amsterdam. En dan denk ik dat ik het hoofdstuk af kan sluiten. Wat is hier volgend jaar te zien? Een kinderdorp, een speelparadijs en dat gaat gewoon pannenkoeken, kinderpretpark gaan we dat noemen. En ik hoop dan dat gezellig alle kindertjes uit Haarlem, ook uit Amsterdam, gezellig hier naartoe komen. En het wordt betaalbaar en het wordt sociaal en het wordt werkplekken. Want ik ga Haarlem ook eens leren hoe het moet. Verbinden is nog steeds het belangrijkste. Dat ik ooit iets zou doen in Haarlem had ik niet verwacht. Maar moet je luisteren, ik rijd nog steeds naar Amsterdam. Dus ik ben nog steeds in Amsterdam hoor.
want het is nog steeds mijn stad. En dat blijft het altijd. Mijn vader stond 40 jaar geleden naast de Bijenkorf op de Dam met poffertjes. En daar stond ik poffertjes te bakken. Ja, toen ging alles anders. En nu is het gewoon een andere wereld geworden. Er is veel veranderd, maar de poffertjes zijn wel gebleven? De poffertjes zijn gebleven, ja. Ik heb zelfs nog poffertjes staan bakken buiten op het terras. Maar toch wel? Ja. En mijn vader zei altijd, als je poffertjes kunt bakken, jongen, heb je altijd te eten. Nou, dat is wel waar.